We zijn hier om, omdat we in deze kast een DVE-systeem hebben ingebouwd. Dit is een scherm wat elk schermpercentage kan leveren. En waar bovendien fotovoltaïsche folie op gespannen kan worden. Dus een zonnescherm, een schaduwscherm, wat ook stroom produceert. Wij zijn dit concept gestart omdat we vonden dat we een kweker een systeem moesten kunnen leveren wat alle schermpercentages kan creëren. Dus waarbij je niet meer vooruit een keus hoeft te maken tussen 40 of 50 of 60 procent schermen. En waar we iets doen met de enorme hoeveelheid energie die steeds maar door dat scherm uit de kas geknikkerd wordt. Daar maken we nu stroom van. Waar we nu zijn, is dat we met zonnetechnologie naar een verbeterd integratiepotentieel aan het toewerken zijn. Zodat we de omgeving om ons heen beter met die functionaliteit kunnen bekleden. Dit project past uitstekend in de gedachte dat we hier eigenlijk een heel veelijzende toepassing hebben. Het is flexibel materiaal waarmee we de zonnecellen moeten integreren. Het is ook nog eens een keer flexibel materiaal dat roteert en transleert, beweegt gedurende de toepassing. Dus daar komen eigenlijk alle eisen die je maar aan een zonnecel kunt stellen, die komen bij elkaar. Wat hier anders aan is dat we nu de zonnecellen in het schemerdoek in de kas ondergebracht hebben. Dat geeft minder productieverlies en is dynamischer in de toepassing. Als we bekijken waar we nu staan, in deze pilot in Harderwijk, dan is dat eigenlijk heel positief. Zonnetechnologie in combinatie met het hele vernieuwende beschaduwingssysteem van VisiScreens werkt. We hebben nog een paar aandachtspunten. Eerst is natuurlijk opschaling en kostprijs. We willen tot een business case komen voor de kweker. En we gaan het op veel grotere schaal beproeven. De volgende stap is nu dat we dit systeem transformeren tot iets waar bijna geen verbindingsmaterialen meer in zitten. Wat veel minder complex in elkaar zit. Hoe simpeler, hoe beter. In het algemeen zou ik willen geven aan het bedrijfsleven dat je ziet hoeveel eisend dit soort toepassingen zijn en dat we zelfs daar met zonnetechnologie oplossingen kunnen bedenken. Dat we natuurlijk voor een grote veelheid van producten zouden kunnen doen. Dus voelt u zich aangesproken, zeg maar, door de integratie van zonne-energie in dit soort producten of hele andere producten waar u gedachten bij krijgt? Ja, neem dan contact op met TNO.